Ik ben Max de Horst, directeur van eKite. Onze innovatie is een kite power systeem. Met andere woorden, we vliegen met kites om stroom op te wekken. En op deze manier kunnen wij de kosten van windenergie halveren, zodat we voor windenergie geen subsidies meer nodig hebben. Ja, eigenlijk een kite power systeem is gewoon een vlieger met een kabel en een grondstation. Die vlieger die vangt wind, vliegt weg, trekt erbij een kabel. Die kabel is gewikkeld om een wiel. Dat wiel gaat draaien en dat wiel drijft een generator aan en zo wek je stroom op. Ja, onze technologie is eigenlijk op verschillende manieren duurzaam. Ten eerste wekken we natuurlijk groene stroom op. Daarnaast is het ook zo dat als je een kite power systeem bouwt, heb je maar 10% van het materiaal nodig ten opzichte van een windturbine. Dus we besparen ook enorm het gebruik van natuurlijke bronnen. Uiteindelijk is onze ambitie om goedkoper te worden dan kolencentrales. Dus daar gaat de consument minder voor hun stroom betalen. En veel belangrijker nog is dat we heel veel CO2-reductie besparen, waardoor we klimaatverandering tegengaan.